later alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik en vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag in mij dat, want ik had mijn superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Dus verder we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit, maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route nu belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. En daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Want dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. Hey, de tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, dus maar de moeders niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt. Het duurt te lang. Tabby de Michelle! Hey, maar hou eens even. Is dat de man zelf die je hebt meegenomen? Ja toch! Hey, Glenn Faria! Pauwaka dan, pauwaka. Nou, wat gebeurt hier nou allemaal, joh? Ja, surprise, surprise. Cadeautjes. Dit is, ja, dat moet ik misschien toch even uitleggen. Want we hebben het vaak over jou, Michelle. Maar dit is de man die het, waar je het voor gedaan hebt ook. Ja, dit is, hoe zeg je dat? De schrijver. Ja, de schrijver. Ik wilde wat mooier zeggen. De schrijver. De bedenker. Het genie. Nou. Ja. Hey, heeft het liedje wel opgetild naar een ander niveau. Nou, ik wil het net vragen. Wat vond je ervan? En wat dacht je toen je op die bank zat? Ja, ik vind het keihard. Ik vond het echt niet normaal hoe iemand een liedje kan optillen naar een ander liedje. Ja. Zeg maar. Als je een beetje om je heen kijkt, hè, wat er gebeurt. Want ik weet dat wij bij Q-Music veel draaien. Ik weet dat ook andere zenders het langzaam en zeker een beetje aan het oppikken zijn. Had jij het verwacht? Nee, helemaal niet. Ik zei vorige keer ook, misschien moet zij gewoon mijn hele vorige album coveren. Ja, dat is best wel een goed idee eigenlijk. Ja, toch? Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang. Q-Music. You make us Q.